Nou, welkom allemaal nogmaals, namens ons Fox Humana ook. Daarboven op de galerij zongen wij het Veni Creator Spiritus. En met het zingen van het Veni Creator Spiritus nemen we u mee in de vroege middeleeuwen. Zo rond het jaar 700 na Christus. Stelt u zich eens met kaarsen verlichte abdij voor met een aantal monniken en een priester die dit Gregoriaanse gezang tijdens de hoogmis zingen op eerste Pinksterdag. Kom, scheppen geest, daal tot ons neer. De gelovige toehoorders verstaan er weinig van. Maar ze zullen vast het mystieke ervaren van het prachtige Gregoriaanse gezang. En ze zullen wellicht genieten van de geschoolde stemmen van de monniken die gewend zijn om zonder enige begeleiding van instrumenten loepzuiver te zingen. Die monniken kenden de Gregoriaanse melodieën en de Latijnse teksten op hun duimpje. De paus Gregorius, die ongeveer een eeuw voor hen leefde, had de kerkelijke teksten op melodie gezet. En vanavond nodigen wij u uit om verder met ons mee te gaan in deze muzikale reis, waarin we u de kerkmuziek die door de eeuwen heen in de kerk heeft geklonken zullen laten horen. En daarnaast vertel ik ook wat over de geschiedenis van het orgel. Want het orgel en de kerkmuziek hebben een innige vriendschap. Maar voordat ze vrienden werden, duurde dat wel even en bij tijden was er ook wel eens sprake van hevige ruzie. Of stond de vriendschap gewoon op een wat lager pitje? Er zijn aanwijzingen dat in de tweede eeuw na Christus er al een soort kleine orgels met blaasbalgen bestonden. Op uw programmablad staat achterop staan wat plaatjes. En zoiets als op de achterkant van nummer 1. Dat is een beetje een orgel die waarschijnlijk als eerste gebouwd is. Dat weten we natuurlijk niet, maar er zijn tekeningen van gemaakt. Een Venetiaanse priester zou rond 1826 begonnen zijn met de bouw van de orgels. Maar verder bleef de vroeg-christelijke muziek bijna overal vocaal. Want die vroege kerkvaders die stonden ook wat wantrouwend ten opzichte van de instrumentale muziek. En daarbij, de noodzaak van een orgel was ook wat minder groot dan nu. Er werd, zoals ik al eerder zei, alleen maar gezongen in de dienst door geschoolde zangers. En die konden dat ook prima a cappella, zonder instrumenten. Pas in 1300 werd het gebruik van orgels algemener in de katholieke kerk. Wij zingen straks voor u het Ambrosiaanse lofgezang en het Dona Nobis van Beurt. En hoewel de melodie van het Ambrosiaanse lofgezang waarschijnlijk van veel latere datum is, is de tekst wel van die tijd, van Ambrosius, de bisschop die leefde voor Gregorius, die paus die Gregoriaanse melodie had geschreven. Thank you.
Dan 1517 ontstaat er een protestbeweging, door Luther in gang gezet, in de katholieke kerk die uitmondt in de reformatie. De kerkhervormer Luther was een groot muziekliefhebber. Hij componeerde zelf liederen die te zingen waren in de eredienst. We zingen straks het Lutherlied, zoals Luther het geschreven heeft. U zult wel horen dat het ritme in de loop van de tijd wat vereenvoudigd is. Luther hield van muziek en ook van het orgel. De volgende uitspraak is van hem. Met het oog op de jeugd moeten wij lezen, zingen, preken, schrijven en versen componeren. En telkens, wanneer het nuttig en heilzaam is, zou ik alle orgels laten dreunen en alles het geluid laten maken waar geluid in zit. Maar andere reformatoren waren het daar niet zo mee eens. Johannes Calvijn en Zwingli vonden dat de muziek vooral vocaal en sober moest zijn. En sommigen beweren dat Calvijn gewoon niet zo'n muziekliefhebber was. Nou, dat was zeker niet het geval. Hij heeft opdracht gegeven tot het Geneefse psalter. Die melodieën van dat Geneefse psalter gebruiken we nog steeds in onze eredienst. De gelovigen van die tijd leefden ervan op dat ze eindelijk eens zelf mochten zingen. Ze waren net als wij nu even in deze coronatijd gewend om naar de liederen te luisteren, die de priesters en het koor voor hen zongen. Maar zij moesten ook nog luisteren naar een taal die niet hun moedertaal was. De meesten van ons kunnen denk ik best meevoelen wat voor vreugde het bracht om de psalmen te kunnen zingen. En voor hen ook nog eens heel fijn dat het in hun eigen Franse taal was. En daarbij waren de melodieën ook eindelijk eens zingbaar voor ongeschoolde mensen. Maar de gemeente moest wel leren zingen. De schoolkinderen hielpen daarbij. Zij leerden op de scholen de melodieën van de psalmen en in de kerkdienst waren zij onder andere de voorzangers. Volgens Calvijn moest het tempo van zingen aansluiten bij het hartritme van de mens. Bij een hartslag van zo'n 70 per minuut moesten er even zoveel halve noten per minuut gezongen worden. Alles moest waardig gaan. De melodieën van de psalmen mochten ook geen straatdeuntjes zijn. Het moest stemmig zijn en vooral eerbiedig. Maar dan dat orgel. Dat orgel in de kerk, dat was een ander verhaal. Misschien was het als reactie op het uitbundige orgelgebruik in de katholieke kerk van die tijd. Maar in Calvijns ogen was het orgel een uitvinding van de prins der duisternis. Hij noemde het zelf de sirene van de duivel. En in Nederland waren ze dan ook erg terughoudend met het gebruik van een orgel. Maar bijvoorbeeld Constantijn Huygens, misschien dat u hem herkent bij nummer 9 op de achterkant van dat blad. Dat is een afbeelding van hem. Die pleitte eigenlijk voor een soort derde weg. Niet zo uitbundig als in de katholieke kerk, maar ook niet een algehele afwijzeling zoals Zwingli en Calvijn voorstonden. Het zingen in de kerk was namelijk dusdanig slecht dat een orgel nodig was volgens Huygens. Het zingen moest worden begeleid, zodat het waardiger zou zijn en tot eer van God. Veel psalmen in het Geneefse psalmen zijn psalten, zijn getoonzet door de Franse componist Courimel. Straks zingen wij daar ook wat van en dat is eigenlijk precies op het tempo zoals Calvijn het bedoeld heeft. En waarschijnlijk zult u dan denken, nou dat gaat nog best snel. Eigenlijk zijn we dus in de loop van de tijd veel langzamer gaan zingen, dus eigenlijk helemaal niet zo Calvinistisch. En vervolgens zingen we Psalm 96 van Jan Pieterszoon Sweelinck, door velen gezien als de grootste componist van Nederland. Als u net als ik wat op leeftijd bent, heeft u in uw leven waarschijnlijk met enige regelmaat zijn portretbeeld gehad. Op het briefje van 25 gulden staat Sweelinck namelijk afgebeeld, ook op de achterkant van het blad. Nou, toch wel vreemd dat de psalmen die de Nederlander Sweelinck schreef allemaal in het Frans gezongen werden. Dit is eigenlijk gewoon een slimmigheidje van Jan Pieter. In Nederland mochten de Nederlandse psalmen alleen gezongen worden zonder orgelbegeleiding. Maar gold dat ook voor Franse psalmen? Nee, daar zei de wet niets over. Dus dan zing je ze toch gewoon in het Frans. Want ja, als je heel erg van het orgel houdt. Zwelink was namelijk naast een goede componist ook een zeer getalenteerd organist. Dan moet je natuurlijk wat. Vaak werden de eerste psalmen eenstemmig gezongen, waarna dezelfde tekst meerstemmig zong. Na Zwelink eindigen we dit blokje dan ook met Bach. En die was weer een groot bewonderaar van Luther en ook een groot orgelliefhebber. Het koraal dat we zingen is dan ook van oorsprong een Lutherlied. Is it not the very
Dan verlaten we de barok en komen we aan bij de klassieken. Mozart, Haydn en Beethoven zijn van die stroming de bekendste componisten. Het orgel kwam ook wat in onbruik. De piano deed zijn intrede. En natuurlijk ook strijkorkesten werden steeds belangrijker. Niet alle muziek werd meer geschreven voor kerkelijk gebruik. Men ging ook optreden in concertzalen en op de hoven van de hertogen en de koningen. Mendelssohn stof de muziek van Bach af en weet het ook weer op waarde te schatten. In zijn oratorium de Paulus gebruikt hij een van zijn koralen, Wacht auf, ruft uns die Stimme. En tot slot zingen we nog twee liederen van Max Reger en Arvo Pärt, componisten uit de 19e en 20e eeuw. Toevallig was Arvo Pärt dinsdag jarig, hij is 85 geworden, hij leeft dus nog. En hoewel dus de ontkerkelijking steeds verder inzette in Europa, bleven componisten geïnspireerd door het geloof muziek schrijven. Arvo Pärt is daar ook een heel goed voorbeeld van. Deze componist uit Estland groeide op in het communistische regime. Hij heeft lange tijd gecomponeerd onder de censuur van dat regime, tot hij het niet meer kon. Hij schreef in 1968 een credo. Voor het eerst sinds jaren klonk in het gedwongen atheïstische Estland: ik geloof in Jezus Christus. De autoriteiten waren ontzet dat dit concert door de strenge censuur heen was gekomen. En Pärt werd dan ook onderworpen aan verhoren en heeft zich daarna een aantal jaren teruggetrokken en zich vooral verdiept in de Gregoriaanse muziek en de muziek uit de Renaissance. De muziek die hij daarna componeerde klonk sober en met een zekere eerbied. En het laatste stuk dat we voor de pauze zingen, het Da Pace, maakt eigenlijk de cirkel rond die we zijn begonnen bij onze reis. We keren weer terug naar de vroege kerkmuziek, maar dan wel in een 21ste eeuws jasje. Want oude tijden kunnen misschien niet herleven en dat hoeft ook niet. Alleen al het besef dat we ingebed zijn in een rijke traditie waarin de lofzang door alle eeuwen heen en tijden gaan, alle tijden heen gaande is gehouden, verwondert. Soms was het een uitbundige lofzang, andere tijden weer zeer stemmig en sober. En op dit moment wat binnensmonds of zelfs luisterend. Maar ik hoop dat de lofzang onder begeleiding van ons weer op adem gekomen Bets de Witte Orgel in deze kerk eens zou klinken als een juichend vreugdgeschal. Thank you.
Jong en oud kent nog steeds vast wel meneer Den Uil. Wat de naam ook mag doen vermoeden, in de Fabeltjeskrant stonden hele wijze waarheden. Zoals zijn diersoort betaamt, leerde meneer Den Uil ons met gebiedende wijsheid. Want dieren zijn precies als mensen. Met dezelfde mensen wensen en dezelfde mensen streken. Nou, in elk dier schuilt wel iets menselijks. Soms als een onbetwistbare knipoog van de natuur en soms ontstaan uit rijke menselijke fantasie. De wijze uil, de domme ezel, de trouwe hond, het trotse paard, de sterke beer. Dit verklaart ongetwijfeld waarom de dieren voor ons mensen zo fascinerend zijn. De gemeenschappelijke eigenschappen van mens en dier vormden voor vele componisten door de tijden heen een grote bron van inspiratie. Veelal vrolijke, levendige muziek verwelkomt ons in de wondere dierenwereld. Van bijvoorbeeld de uit liefde zingende krekel of de pijlsnelle forel. En let ook eens op de blaffende hond die graag de bas wil overstemmen. De gavotte uit suite nummer 3 van Bach is eigenlijk een wat vreemde eend in deze bijt. De reden dat we dit stuk toch in het dierenblokje zingen is de volgende. Op deze plek zou de pianiste een stuk spelen, maar helaas is zij verhinderd. En net als je op het orgel een register Vox Humana hebt, stem van de mens, kunnen wij met onze stemmen vast ook wel een instrument nadoen. Het laatste lied gaat over twee nachtegalen uit Echternach met zeer ernstige huwelijksproblemen. Want ja, hoe kun je toch samenleven met iemand die alleen maar van Mozart houdt? En ook gedurende de dag dat laat horen door non-stop eine kleine nachtmuziek te galmen. Hans speelt het even voor. Terwijl jij zweert bij Bach en op luide toon het liefst de hele dag door fuga's van Bach kwettert. Dit was dan een deel uit de Matthäus-passion. Nou ja, hoe dat afloopt, dat hoort u straks. Oh.
dat terug kan vatten.
always.